Ondertussen is het middag. We hebben al een hele ochtend gereden, maar de GoPro wou niet aan. En ik heb de Insta bewaard dat ik vanavond ook moet rijden. En ik heb maar twee batterijen. Dus batterij voor vanavond wil ik wel bewaren, zeg maar. Dus de hele heenrit hebben we er gemist. Maar we gaan lekker even genieten van de terugweg. We zijn nu met 5 man, zometeen haakt er eentje af. En dan zijn we met 4 man. Dan weet ik alleen zeker waar je hier zometeen rechtdoor mogen. Daar komen we heel snel achter. Ik had al 1 punt in de route waar je officieel wel of niet in mag. Dat we met de groep hebben besloten dat niet te doen. Mooi door de natuur bij Loondrechtse plassen. Veel rechte wegen hier wel. Dat wel niet al te interessant qua bochtwerk. Maar wel heel mooi om naar te kijken. Dus dat is wel KUT. En dat ga ik er niet wagen. Ah, die gaat er vandoor. Een klein stukje omrijden. Daar had ik dan nog wel rechtdoor gedurfd als ik met een ander groepje was geweest. Maar nu vond ik dat toch een beetje tricky, dus laten we het nu maar niet doen. En zo heb ik al eerder een beslissing gemaakt om het niet de exacte route te volgen met deze groep. Het zijn voornamelijk collega's, hoofdzakelijk collega's met eventuele aanhang. Kijk dan, dikke, vette vleeskoeien. We hebben ook al alpaca's gezien. Yay! De hele lading. Konden ze alleen niet haaien. En ook al veel te veel politie. Wee! Oeh, ook fancy. Hij gaat niet doen hoor. Nee, denk het ook niet. Ja, ta. Wat mooi. Beetje crea bea zijn. Dan komen we er ook. Ik denk dat het nou komt dat er een auto achter ons zat, maar wel mooi. We hebben al bedacht hoe we volgend jaar gaan verbeteren. We hebben al complimenten op de route gehad. We hebben 150 kilometer erop zitten, zoiets. Ik begon bij 586, we zitten nu op 135. We begonnen om 8:45, ik ben waarschijnlijk 10:30 thuis. Het wordt een hele lange dag. En dan zijn we ook nog uitgenodigd voor een ritje van morgen. Dus ik denk dat ik ruimte op mijn pc moet gaan maken. Hoe gaat het voor de rest? Nou, ik wil eigenlijk... wou ik aan mijn septembervakantie een 3-tal video's maken. Ik heb er geen 1 van die 3 gemaakt. Ik wou meerdere video's maken, de meeste is wel gemaakt. Maar ja, die 3 niet. Eentje ga ik sowieso binnenkort maken. Of ik die wel of niet ga maken, geen idee. Belangrijk is even de website. En je gelooft het of niet. De review voor de helm voor de website is 80% klaar. Dus het idealiteit. Staat de review voor de helm op de website voordat deze video online komt. Dat is wel in de lijn van de verwachtingen gewoond. Ik weet nog niet wanneer deze video online komt. Dat zou moeten lukken, zeg maar. Maar ik ben ook de oude HDD aan het leeg editen. Zodat ik die op een gegeven moment kan verwijderen uit de pc en kan inwisselen voor een nieuwe SSD. Maar goed, dat is lange termijn. De route vandaag is echt succesvol. Ondanks dat het een iets rustige groep is en een lekker rustig tempo rijden, we echt wel een paar goede bochten gehad. Ik heb beide tenen al onder de grond gekregen vandaag, geloof het of niet. Wel meer vanwege counterline dat het echt snel door de bocht was. Toch uit onder zelfs een stepje aan de grond. Dat verwacht ik niet, dus daar schrok ik een beetje van. Als we rechtdoor. Misschien moet ik de Insta even uitzetten tot we de mooie wegen hebben. Het is een beetje saai hier. Blijf groen, blijf groen, blijf groen, blijf groen. Het is wel mooi, want het is op de heenweg ook al een bijna aantikmomentje. Staat dus niet op camera. Heeft hij geluk mee gehad. Wat hebben we gegeten? Nou,
in dat dorp, Vuurse Plaats of zoiets, heb je drie pannenkoekenrestaurants naast elkaar zitten. De ene is goedkoper als de ander. De ene ook echt specifiek pannenkoekhuis. En dan heeft pannenkoeken plus wat andere dingen. Dus daar hebben wij gegeten. Ik heb een pannenkoek ham, kaas, ananas. Want ik heb nooit eerder een ham, kaas, ananas pannenkoek gegeten. Beviel best goed. Mag niet klagen. Dan hadden we een burger. We hadden een broodje zalm. Super gezond. We hadden een pannenkoek ham, kaas, spek. Of kaas, spek, geen idee. En we hadden omelet. Zonder ham of kaas. Op wit gesneden vers brood uit de omgeving. Het is lekker gevarieerd met z'n allen. De natuur is wel echt mooi. Daar doe je het ook een beetje voor. En het ruikt ook lekker hier. Ook een mooi pand. Hier zouden we wonen. Het is mid-oktober. Het is natuurlijk mooi weer. Het stikt van de motorrijders. Echt fantastisch jaar zo. Afsluiten van het jaar. Het begin was wat wisselvallig. Een wandelpaadje denk ik. Misschien wel voor de BMX, geen idee. Er loopt of rijdt niemand, dus de motor zal wel niet mogen. BMX is, yep, het is een BMX-baan. Gaaf. De piramide van Austerlitz. Austerlitz klinkt heel Duits. Oei, het is gewoon. We gaan gewoon bergafwaarts, je voert het gewoon. Voor deze rest dan, ja, super aardig personeel. Was bestelling fout gemaakt, direct aangepast, allemaal geen problemen. Mijn pannenkoek had al een minuutje langer gemogen, was net wat rauw op sommige plekken. Ik denk dat hij daarom ook wat ongemakkelijk op de maag ligt. Maar voor de rest helemaal top. En dat is toch wel een goede vulling. Want twee broodjes vanochtend, daar doe je het ook niet de dag op. Deze dus, we rijden zo meteen deze rondrit af. In plaats van dat ik naar huis ga, ga ik naar Dordrecht. Dan ga ik naar een ander groepje. Dan gaan we naar Eindhoven. Dan doen we een route rijden met een groepje. En dan ga ik naar huis. Dus 400 plus kilometer vandaag denk ik. 11 uur thuis. En dan morgenochtend dus om 10 uur in Rotterdam met de volgende groep. Yay! Oh, hier zit een mountainbike verhuur. Daar. En hier zit een Solex verhuur. Dan die elektrische Solexen, of zijn dit de ouderwetse Solexen? Ik weet dat je ook ergens een elektrische Solexen vuur hebt zitten. Wat een panden, hè, jongens. Dit is gewoon allemaal Nederland, hè. Vergis je niet, dit is gewoon allemaal nog steeds Nederland. Dus je moet soms wel even wat rijden, maar je hebt wel mooie stukjes. En naal is al die niet mooie stukjes die ertussen zitten. Shell zal wel duur zijn. 2,02 valt nog mee. Ja, voor normale 8,95. Hebben ze hier. Mand ook, hè? Wacht wel. Hebben ze hier 98? Hè? Hebben ze hier 98? Nee, denk ik niet. Nee. Ah, helaas. Dan zie je hier wonen, dat lijkt me echt wel chill. Ik bedoel, die praktische dingen zoals boodschappen zo misschien wat minder handig. En woon-werkafstand en zo. Maar kijk de rust, kijk de bossen. Oh, ik weet waar we zijn. Oh, er zit een auto tussen nou. Nu kwamen we gewoon van rechts. Start recording. Oh, dat maakt niet uit als je maar aan het opnemen bent. Op naar de mooie bochtige wegen door het mooie bos. Wat een huizen, hè. Wat omgeving. En het asfalt is hier ook gewoon perfect. Je hebt alleen niet heel veel ruimte. Je moet heel veel rekening houden met andere wegwerkgebruikers. Maar voor de rest, perfect asfalt. Natuurlijk mooie omgeving. Oh. Ik wil verhuizen, jongens. Totaal dik bos aan één kant. En dan open weiland aan de andere kant. Leuk man, dat zijn die elektrische choppertjes. Ik zie je steeds meer omdat die volgens mij verhuurd worden in dit soort omgevingen. Nog meer elektrische choppers. Kan wel met een potdeksel.
Ik was er heilig van overtuigd dat die rode auto ons veel aan ging geven. Nu moet ik toch wel tanken. Het lampje brandt nog niet, maar ik zit op 230. Kijk dan, ik weet niet of die nog werkt. Wel gaaf. Goed genoeg. Lekker bezig. 2.32, 9.38.